Hallo, leuk dat jullie kijken. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je onderlips kunt maken. Op internet staan al veel verschillende voorbeelden, van heel extreem tot draagbaar. Ik ga jullie wat meer de draagbare variant laten zien en ik ga jullie laten zien hoe je verschillende kleuren op je lip kunt combineren. Vaak zie je toch dat we gewend zijn één lipstiftje te pakken, die op te doen en klaar. En ik ga jullie laten zien hoe je meerdere dingen kunt combineren. Nou hadden we in de jaren 90 leuk de lippotloden en dat kleurden we in. Dat gaan we nu niet doen, dat hebben we afgeleerd inmiddels. En ja, ik vind het wel heel leuk dat er eindelijk weer een nieuwe trend is, want dat is lang geleden. Dus we gaan beginnen. De kleur die ik nu op mijn lippen heb, dat is de Essence en dan kleur 2, All You Need Is Red. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien, hij wil niet echt scherp stellen. Die heb ik al opgehad vandaag. Wat ik nu net gedaan heb, is even een watje gepakt met wat remover en ik net die binnenkant als het ware er wat afgehaald. Dat hoeft niet te netjes, want op die manier gaat je lippenstift mooi blenden zo meteen. Dus die heb ik al opgehaald vandaag. Dan pak ik ook de 09 van de Essence, dat is een wat rozere paarsige. En die ga ik nu op de plekken doen die weggesleten zijn. Dat mag ook best over het rood heen gaan, zodat die mooi blendt, zodat het mooi één geheel wordt. Dus probeer niet te veel in vlakjes te denken. En je ziet al wat ik deed. Ik deed even een kusbeweging eigenlijk. Dan kan je goed zien of die overloopt. Kijk, en dan zie je, dan heb je mooi de rode buitenkanten. En dan naar het midden toe loopt die naar een beetje het roze-paarsige toe. En zie je dat het even goed heel natuurlijk is. Ondanks dat je twee kleuren hebt gecombineerd, geeft het wel een hele gave uitstraling. Zonder dat je dus harde lijnen ziet. Hij loopt dus heel vloeiend over. Nou, wat ik nu heb gedaan is over mijn lippen de 09 Essence. En ik heb weer het binnenste gedeelte vrijgelaten. Wat ik nu ga gebruiken is van Luxe de nummer 22. En die heeft een glansje. En dit is echt het laatste restje. Die is echt bijna op. Daarmee ga ik dus het matte en het glanzende als het ware combineren. Kijk, op deze manier heb je dus alsnog een beetje die donkere buitenkanten en in het midden glanst die wat meer. Dit is heel erg geschikt als je dunne lippen hebt. Als je wat dikkere lippen wil, wat vollere lippen, is dit een hele goede manier om dat te doen. Je ziet dat er meteen licht opvalt, dus je lippen lijken daardoor groter. Dus dit is een heel makkelijk trucje voor vollere lippen. Kijk, wat ik nu doe is het effect een beetje aandikken. En dan breng ik dus net alleen in het midden de gloss aan. Wat je nu kunt doen aan de bovenkant, is hem wel hoog aanzetten. Zie je wat ik nu doe? Ik neem eigenlijk net dat V'tje. Zet ik ook in de gloss. Kijk, zie je? En dan valt het lichter op. En dan vergroot je dus je lippen ook nog wat extra. Dat is dus geschikt als je gloss ook wel fijn vindt om te dragen. En je ziet dan dat ik dus, als het ware, want met de lippenstift deden we eigenlijk alleen het binnenste. En dan zie je met de gloss dat je kiest ervoor om hier aan het bovenkantje net wat gloss aan te brengen. Je ziet dus al nu al dat het lichter opvalt, waardoor het dus voller lijkt. Heel handig tipje. Wat ik jullie nu wil laten zien is een andere manier. Dan gaan we links en rechts in een andere kleur doen. Ik gebruik daarvoor twee Luxe lipstiften, de nummer 63, dat is een roze getint. En de nummer 29, daar zit iets meer oranje in, als je het een beetje kan zien zo. Je gaat gewoon tot aan de helft, het mag een tikje er voorbij, want het mag wat over elkaar heen gaan vallen. Zie je, ik ga eigenlijk net voorbij de helft, omdat dat zo meteen weer helemaal goed komt.
Zoals ik net al zei, ik laat hem over elkaar heen gaan. Ik laat ze overlappen, omdat ik het zelf niet zo mooi vind als je echt zo'n tweedeling ziet van links is roze en rechts is rood. En ik hou er ook wel van om de tinten te kiezen die een beetje in de buurt liggen van elkaar. Op die manier, ja, als mensen je langer aankijken of met je praten, dan gaan ze pas kijken van, goh, er is wat anders. Wat heb je nou eigenlijk gedaan? Dat vind ik zelf wel heel leuk. Op internet zie je ook de hele extreme dingen. Dat is leuk voor fotoshoots en dat soort dingen. Maar niet om naar je werk te gaan. Om nou de helft rood en de andere helft paars te doen, vind ik zelf wat extreem. Maar op deze manier zie je dus net hoe het licht erop valt. Zie je, is die hier wat rozer en hier gaat hij naar het oranje toe. Zie je, en op deze manier, als je iemand recht aankijkt, je ziet een klein verschil, maar het valt op zich allemaal best mee. En dat vind ik juist zo leuk, dat natuurlijke erin houden. Ook dat effect kan je weer versterken door aan één kant wat meer gloss te doen dan aan de andere kant. En ik heb nu een roze gloss, dus dan kies ik ook de roze kant uit. Zo. En dan zie je dus dat het idee wat we van lipgloss hebben, dat je dat ook moet loslaten. We zijn gewend het over heel de lippen te doen en klaar. En je ziet nu dat je dus gerichte één kant in de gloss zet, de andere kant niet. Op die manier versterk je dus dat effect van dat je twee verschillende tinten op je lippen hebt. Wat ik nu alvast heb gedaan is met de Essence 09 heb ik de bovenkant ingezet en hier het binnenste van mijn lip. Wat ik nu ga doen is de onderkant helemaal met een lichte lippenstift inkleuren. En daarom heb ik hem dus wel, kijk, net dat stukje wel gedaan, omdat je dan de overgang hebt. Je kunt er ook voor kiezen als je van extreme houdt, echt bovenlip en onderlip een andere kleur. Het enige wat je nu niet moet doen is uit automatisme je lippen over elkaar halen, wat we allemaal zo gewend zijn om de lipstift goed te verdelen. Dat moet je natuurlijk niet doen omdat je twee verschillende tintjes hebt. Kijk, en op deze manier heb je dus boven een donkere kleur dan onder. En dat kun je zo extreem maken natuurlijk als je zelf wil. Hou je van heel extreem, dan kun je hiervoor kiezen om bijna een huidskleur te doen, zodat je bijna je lip als het ware wegvaagt. Op die manier heb je echt een heel extreem effect. Ik vind dit wel gaaf omdat hij dan wat natuurlijker en wat draagbaarder is. Dan heb ik nog een gave techniek die ik jullie graag wilde laten zien. Dat is een van mijn favoriete poeders, dat is echt mijn verslaving. Dat is Luxe, de Moon Shimmer. En die heb ik nu ook op mijn ogen bijvoorbeeld. Die combineer ik dan met een donkere oogschaduw. Maar ik vind het echt heerlijk, want het is echt van dat goudpoeder. Dus je kan er van alles mee doen. Het kan door je gewone poeder heen als een soort highlighter. Je kan hem door je body lotion doen om net wat glinstering te krijgen. Het is ook heel mooi om gewoon in een kwastje en bijvoorbeeld net even over je nek je decolleté te halen. Als je bijvoorbeeld uitgaat, dan heb je net even zo'n glow als het ware. Kijk, het is een losse goudpoeder, zie je. Je ziet ook dat ik hem veel gebruik, want het is een grote pot. Maar hij gaat aardig hard. Wat ik nu ga doen, ik heb hier altijd in deksel zit natuurlijk wat goud wat achterblijft. Je doopt daar je vinger in en dan kan je net aantippen. Dat doe ik dus weer op het midden van mijn lippen, van mijn onderlip voornamelijk. En dan kan je het net namelijk wat extra goud geven. Zie je? En je zorgt ervoor dat je de onderkant niet raakt. Dat moet als het ware gewoon een vaste lijn blijven. En als je het net ook zag, als je lippen op elkaar doet, zorg ervoor dat je ze alleen zeg maar open en dicht doet. Doe niet deze beweging, want op dat moment ga je het natuurlijk uitvagen. Je ziet dat hij zo super veel glans geeft. Het enige waar je op moet letten is als je de gouden poeder gebruikt, dat je dan dus ook een lippenstift hebt waar dus al een soort goud of een oranje tint in zit. Dat heb ik nu ook gedaan met de Luxe lippenstift. En omdat hij dan al die tint heeft, dan staat dat goud er ook heel leuk bij. Heb je nou bijvoorbeeld een paars of een roze lippenstift, pak dan bijvoorbeeld een zilveren glanspoeder. Die hebben ze ook. Dat is ook Moonshine, die heb je in het zilver en nog in een beetje het lichtblauw. En dat neigt ook naar het zilver. Nou zou ik die niet op je lippen doen. Dat is meer voor je oogschaduw en dat soort dingen. Dus paars en roze en dat soort tinten. Combineer die dan een beetje met zilver. En echt een beetje die oranje tinten, de bruin tinten, de rood tinten, die kunnen met goud.
Want ook deze kun je dus super goed combineren met een rode lippenstift. Die ga ik ook even laten zien. Wat ik nu doe, ik gebruik de lippenstift, blijf ik gewoon als basis gebruiken. Ik heb hem hier al aangezet. Doordat dit een nieuwe is, heeft hij mooi nog zo'n puntje. Kun je dus heel makkelijk nawerken. Aan de onderkant doe je hem wel in je mondhoeken. Dan ga je onder het goud langs naar de andere kant. En ook hier mag hij goed rood. Ook boven zet ik hem net aan. Daar moet je mee opletten met rode lippenstift. Dat je niet de hele dag met rode tanden loopt. Kijk, en op deze manier is die wat extremer. Valt het goud ook gewoon goed op. En je ziet dan met poeder dat met het aantippen heb je hem al. Op die manier blijft hij wat langer houdbaar dan dat je er een gloss overheen zou smeren. Dan heb je kans dat het rood bijvoorbeeld wat gaat uitlopen. En dat vind ik altijd vrij lelijk als hij dan in allerlei kiertjes gaat zitten. Dus kies er dan voor om een mooie goudpoeder of wat dan ook te kiezen. En net even aan te tikken, daarvan krijg je ook geen droge lippen, want je lippenstift zit eronder. En je zag het net, het is echt maar een tikje van het poeder. Niet te veel, anders gaat het inderdaad wel alle voedende stoffen uit je lippenstift opnemen. En dan krijg je dus wel droge lippen. Op deze manier is het prima en heb je meteen een glamour resultaat. En ik vind het ook heel erg geschikt voor het uitgaan, omdat je echt een soort gloss idee hebt. Als er licht op staat, glanzen je lippen mooi. Maar je hebt dus niet, wat je wel met een lipgloss hebt, de nadelen ervan. Nog even één extra mededeling. Ik wil jullie vragen om mij te volgen op Facebook. Ik vind het heel erg leuk als jullie mijn pagina liken, zodat ik wat meer van jullie kan horen. Ik plaats heel veel foto's van trends en dingen die ik doe, zowel in de kapsalon als voor mijn video's. Ik vind het ook heel leuk om daardoor jullie feedback te krijgen. Ik vraag ook geregeld wat jullie vinden, wat jullie willen zien, wat jullie leuk vinden. Op die manier krijg ik echt een beeld van wat jullie mening is. Dat vind ik heel erg leuk om te zien. En nu is het ook zo dat ik geregeld winacties hou. Ik heb er pas weer één gehad. En heb weer leuke make-up en dat soort dingetjes weggegeven. Ik wil dit geregeld gaan doen. Dus volg mijn Facebook en blijf op de hoogte van de trends en techniekjes. En blijf op de hoogte van welke video's er online komen. En wie weet, win je er nog wat leuks mee. Nou, dat was mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb jullie wat verschillende techniekjes laten zien, wat verschillende maniertjes. En om jezelf een beetje los te breken van de standaard gedachten die we hebben als het gaat om het opmaken van je lippen. Ik hoop dat jullie zelf lekker creatief aan de gang gaan en wat nieuwe dingetjes verzinnen. En mochten jullie nou een heel geslaagd experiment hebben, dan zie ik die heel graag terug in een foto. Dat kan op Facebook, alles staat onder in beeld. Dat kan op Facebook, op Instagram of op Twitter. De leukste van jullie ga ik delen of retweeten. Want ik ben heel erg benieuwd of het jullie lukt. En als jullie het leuk vinden om wat extremers te doen, dan zie ik dat ook heel graag terug. Bedankt voor het kijken en tot snel. Dag!